Voor de komende 24 uur word ik profvoetballer. Vandaag ga ik voetballen in een stadion vol met fans, samen met profvoetballers die bij onder andere Feyenoord en zelfs Real Madrid hebben gespeeld. En ik heb 3 challenges die ik moet voldoen vandaag. Challenge 1, geef iemand een panna. Challenge 2, maak een wereldredding. En challenge 3, ga op de foto met een voetballegende. Voordat de wedstrijd begint zometeen gaan we eerst nog een keepersclinic geven hier in Dordrecht. We zijn naast het stadion, er zijn allemaal mensen, er zijn allemaal kinderen. Dus we gaan een leuke keepersclinic geven en daarna gaat de wedstrijd beginnen. En we gaan vandaag wel de 0 houden. Ik ga mijn best doen. Maar ik ben geen prof, dus misschien ook wel niet. Zal ik jou een panna geven? Ja, prima. En daarmee is de eerste challenge van vandaag gelukt. Geef iemand een panna. Ik zei het ook, ik ga pannen maken. Dat was niet de bedoeling. Ik ben geen freestyler. Het is wel trouwens een video die ik nog wil maken. Ik leerde zoveel voetbalskills in zoveel tijd. Maar laat even weten welke skills ik moet leren. Na de keepersclinic en wat tijd voor alle fans die er waren, kregen wij net zoals echte profvoetballers de kans om het veld voor de wedstrijd te inspecteren. Maar lekker hoor. En hier mogen we dus zo meteen een wedstrijd op spelen, jongens. Tegen de Dordrecht Legends met de Rebellen. En er zijn echt wel wat goede voetballers tussen, hoor. Toch een beetje spanning. Ik vind het altijd lastig, want het zijn allemaal profvoetballers. Deze boys hebben echt op een hoog niveau gespeeld. Er zit zelfs iemand bij de selectie vandaag die in het Nederlands elftal heeft gespeeld. En bij Real Madrid. Als je kan raden wie dat is, doe het alvast in de comments. Maar ik ben maar een YouTuber. Maar Koen, weet je, ik kan wel een beetje balletjes trappen, maar ik ben echt geen prof. Dus, ja. Dat is het maar gewoon vandaag. Maar het komt goed, we gaan sowieso knallen. Yes jongens, het is tijd. We gaan naar buiten voor de warming-up. We gaan beginnen. Let's go. Handschoentjes aan, warming-up gaat beginnen. We zijn in de game chat. Chat, we zitten sowieso in de game. Shoutout naar Luc Steen, jongen. Points. Manchester City is still alive here. Balotelli. Aguero. Boom. Boom. En naar binnen, klaarmaken voor de wedstrijd. Dan gaan we beginnen. Het is tijd, we gaan eindelijk beginnen. Het zijn wel echt grote spelers waar we tegen moeten zijn. Allemaal ex-profs. Ik ben benieuwd. Gaan we best doen om die nul te houden. Let's go. Daar gaan we jongens. Zijn jullie ready? Ik wel. Let's go. De tegenstander begon al vanaf minuut 1 meteen met druk zetten. En hier komt al de eerste kans. Een goede voorzet, maar ik wist deze gelukkig te onderscheppen. Daarna was het even rustig rondspelen en de opbouw proberen te zoeken. Maar het duurde niet lang voordat de tegenstander met een mooie steekpaas er doorheen kwam. Nope. Maar ook deze wist ik goed te onderscheppen. En weer kwam de tegenstander doorheen en dit keer schoot hij een mis. En nu bouwden wij een goede aanval op en toen gebeurde dit. 1-0, Rosie Drenthe volgens mij die scoorde. Mooi uitgespeeld van ons. Keeper raakte hem volgens mij net nog een beetje aan, maar het was niet genoeg. 1-0 voor ons. Ja, ja. Kom. Ja, ja. Oh joh, ik had een beetje gekeken op die hoge bal, die kwam vet ver. Ik stond goed in mijn positie, maar ik moest echt ver lopen om toch nog even die bal aan te kunnen tikken, want het was een gevaarlijke bal. Maar ik raakte hem nog aan, ik dacht, doe hem maar uit, dat is het veiligste. Tot nu toe gaan we lekker, tot nu toe gaan we lekker. Maar dat was van korte duur, want toen gebeurde dit. Een strakke voorzet van de tegenstander naar de korte hoek en de aanvaller kan hem over me heen koppen in de verre hoek. Jammer, maar het staat weer 1-1. Zie je, dat is een win. Ik maakte de hoek klein genoeg zodat hij moest missen. Geen redding, maar weg. Nope. Eerste helft, jongens. 1-1. Prima gespeeld op zich. Een paar dingen te doen gehad. De goal, weet ik niet of ik die kan hebben, was gewoon heel mooi ingekopt. Net over me heen. Kan beter, we moeten wel nog winnen. En toen was het tijd voor de tweede helft. En wat er in deze helft van de wedstrijd gebeurde, was echt niet normaal. Ja jongens, tweede helft. Het staat 1-1. Hopelijk kunnen we of gelijk spelen, maar eigenlijk moeten we winnen. We gaan ons best doen. En als jullie nog niet geabonneerd zijn of hebben geliked, doe dat nu even. Heb je nu tijd voor? Like de video. Ik wacht wel even.
Oké, goed, dan gaan we nu beginnen. Jij. Kom maar. Sterk. Komt-ie. Wow, hard in mijn keel, jongens, zeg het je. Oeh, dat was wel even spannend 1-op-1 duel. Maar ik zag hem kijken naar de verre hoek, dus ik dacht, hij moet sowieso. Dus daar gaan we voor. En pak hem gewoon. Lekker, man. We zijn nog 1-1. We zijn nog in de game. We zijn back in the game, chat. Nou, een heerlijke 1-op-1 redding in het begin van de tweede helft kwam de tegenstander er weer doorheen. En dit keer was het een steekpaas en schoot hij recht op me af. Het staat nog steeds 1-1. Maar de wedstrijd was nog lang niet voorbij. We probeerden wat op te bouwen, maar de tegenstander kreeg al snel weer een kans. Een schot op goal, maar ik wist deze gelukkig nog op de lat. 2-1, we staan weer voor. Goal van de vrije trap. Ik dacht, deze die net op de lat ging, ging tegen mijn rug aan en daarna weg. Ik dacht, die gaat lat, tegen mijn rug en dan erin. Maar er is niks aan de hand. Staan voor, 2-1, nu nog winnen. Nog geen minuut na onze 2-1 kwam de tegenstander weer met een aanval, een voorzet naar de korte hoek en die wordt heel mooi ingekopt. Het staat weer 2-2. Ja, ik had hem niet zien inlopen, het was een mooie loopactie van. Ik kon niet van mijn lijn afkomen, ik moest blijven staan. 2-2, wordt nog spannend. 3-2 gemaakt, we staan weer voor. Alles kan nog, we hebben een paar minuutjes te gaan. We staan weer voor, maar kort na onze goal komt de tegenstander weer met een aanval. Hun lange spits neemt hem aan op de borst en pakt hem op de onhaal. Ik weet een mooie redding te maken, maar toch wordt deze bal nog ingetikt. Het staat weer 3-3. Want die gooit hem op de omhaal. Ik dacht dat het buitenspel was al. Ik pak de bal, goede redding. En hij, ja, alsnog afvallende bal. Was sowieso buitenspel. Hij niet normaal, jongens. Wat een wedstrijd. 4-3. Maak het toch nog de 4-3. Volgens mij in de laatste minuut. En wat een goal. En nu stond er ons nog één ding te doen. Onze laatste challenge. Ga op de foto met een legend. En die legend was niemand minder dan Royston Drenthe. Voormalig voetballer bij Real Madrid en zelfs in het Nederlands elftal. Hey, dit is toch mooi, jongens. Gewoon een bedrag van 100.000 euro opgehaald vandaag voor het goede doel. Dit is toch top. Daar doen we het voor. Als je nou ook denkt, ik wil ook doneren aan het goede doel, aan de slachtoffers in Turkije, in Marokko, in Syrië. Ik laat een link in de beschrijving van deze video, zodat ook jij kan doneren. Heb je iets over? Heb je iets te doneren? Doe het dan. Het is allemaal voor het goede doel. Daar doen we het voor. Hoe is dat dan, zeg maar, na de wedstrijd? Dan sta je hier en dan moet je evalueren over hoe de wedstrijd ging. Goeie momenten, slechte momenten. Ik kan heel neutraal zijn. Dat beter gekund, dat slechter gekund. 4-3, we hebben gewonnen. 3 punten gepakt, daar gaat het. Op camera ziet dit allemaal zo professioneel uit. Maar kijk even waar we staan. Kijk hoe dit eruit ziet. Niet super wauw of zo. Yes, dames en heren, dat was het weer voor de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie hem leuk vonden, vergeet niet te liken en te abonneren. En ik zie jullie in de volgende video. Boom.